Goedenavond. Komende week maakt de KLM zijn allerlaatste vlucht met een toestel van Fokker. Uitzwaai van een stukje nationale trots van ooit, de grote Nederlandse vliegtuigfabrikant. En wij kijken vanavond hoe het kon dat hij aan zijn einde kwam. Dames en heren. De Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker. Fokker Aircraft. En Fokker Administration zijn hedenmorgen in faillissement gegaan. We zijn failliet en we staan op straat. Je wist het van tevoren en als je het krijgt horen, daar de klap komt toch zeer hard aan. 1996 was dat, 5600 man op straat. En de rest van het land voelde ook een traantje zitten. Fokker was een van die industrieën die van ons allemaal waren. Samen met de auto-industrie van DAF en de elektronica van Philips, waarin een klein land groot kon zijn. En nu dus niet meer. U ziet het ongeloof bij de werknemers. Dit kan toch niet waar zijn? En u hoort het tegelijkertijd een zeggen, we wisten het van tevoren. Want het ging al langer niet zo goed. Al sinds het midden van de jaren 80 niet. Als je goed kijkt, al sinds de late jaren 70. En eigenlijk, ja, eigenlijk, dat is waar dit verhaal over gaat. Een vliegtuigfabrikant die, als je terugkijkt, haast van het begin af aan al wankel staat en om de zoveel jaar weer in de afgrond kijkt. Want vliegtuigen waarmee een klein land groot kan zijn, wat vraagt dat niet? Zelfs als die vliegtuigen geweldig zijn. Wat is er mooi aan het toestel? Ja, je kan beter vragen wat is er niet mooi aan het toestel. Vormen zijn mooi, ik vind zijn vleugels vind ik fantastisch. Het is, je kan bijna geen ander toestel vinden wat zulke mooie, strakke vleugels heeft als een Fokker. Ja, het is gewoon een fantastisch toestel, ook om te vliegen trouwens. Is het, echt, ja, het vliegt heel lekker. Heel, ik moet bedenken, het is eind jaren 80 gebouwd. Maar er zitten nu nog dingen in waarvan ik denk van, dat is echt heel, heel goed. Dit is mijn werkplek natuurlijk en dat is eigenlijk wel het mooiste gedeelte. Als je vliegt, zijn al die lampjes uit. En dat is het mooie van Fokker, dat als er iets is, dan gaat er een lampje branden. En als er niks is, dan brandt er niks. En er zijn maar weinig vliegtuigen die dat hebben. De meeste landingslampen bij vliegtuigen zitten aan de binnenkant van de vleugel, echt helemaal daar. Dus die, maar een Fokker, die heeft ze daar aan de buitenkant. Als je nou een vliegtuig ziet waarvan je de lampen helemaal aan de buitenkant van de vleugel ziet, dat is een Fokker. Dat is onmiskenbaar. Kijk, daar komt hij. En het portret van Antonie Fokker erop. Zeker. Jonger dan ik nu, denk ik, volgens mij. Dus het had hij toch al een vliegtuig ontworpen. Ja. En als ik het goed heb, is hij daar 21 jaar. Dus dat, Is dat het ultieme eerbetoon? Ultiem weet ik niet, maar ik vind het wel mooi. We zijn hier boven op de kerk van de Sint-Bavo in Haarlem. En dit is waar Antonie Fokker op 1 september 1911 met zijn enige vliegtuigje een paar rondjes rond de kerk heeft gevlogen. En waar heel Haarlem voor uitliep. Het was voor hem toch een erkenning dat er in Nederland belangstelling was voor zijn buitengewoon rare hobby. Waarmee hij eigenlijk zijn geld verdiende als piloot. Hij werd per uur betaald, of per minuut zelfs. Dat was toch in eerste instantie zeg maar, de business van Antonie Fokker. En pas jaren later was hij zover dat hij ook echt vliegtuigen kon gaan bouwen in seriebouw. Nog voor de Eerste Wereldoorlog in de zomer van 1910 vertrekt Fokker naar Duitsland. Waar hij begint met het ontwerpen en bouwen van vliegtuigen voor het Duitse leger. Tussen 1914 en 1918 levert hij meer dan 3500 toestellen aan de Duitse luchtmacht.
Anthony Fokker is eigenlijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog er meteen op gespitst om naar Amerika te verkassen. Dat lukt hem alleen niet meteen. In de tussentijd ontstaat er ook een bedrijfje in Amsterdam. Dat is eigenlijk altijd een beetje een stiefkind van Fokker, want zijn grote idee was het in Amerika te maken. In de jaren 20 was Fokker de grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Bedrijven als Boeing, dat waren mensen die in hun schuurtje bezig waren, terwijl Anthony Fokker bezig was de wereldmarkt te veroveren. En nu sta ik weer voor de oude spin, die ik 25 jaar geleden gebouwd heb. Nu zitten we met 36 passagiers in een gesloten cabine met het grootste comfort met duizenden paardenkrachten. En eigenlijk ging het toch nog net niet snel genoeg. Want terwijl met name in de jaren 30 de vliegtuigbouw eigenlijk snel industrialiseert en er een aanspraak gemaakt op allerlei nieuwe financieringsvormen waarbij het grote geld ook een rol gaat spelen, blijft Fokker die blijft zijn eigen bedrijf uit zijn eigen zak betalen. En dat betekent eigenlijk dat hij qua investeringen in nieuwe vliegtuigontwikkeling enorm begint achter te lopen op de concurrentie. Terwijl in Amerika vliegtuigfabrieken als Boeing met $100.000 budget vliegtuigen in elkaar zetten, bouwt Fokker zijn laatste echt succesvolle verkeersvliegtuig, de F-18, tegen een totaalbedrag aan research and development van 374 gulden en 23 cent. En dat zijn bedragen waarbij je uiteindelijk natuurlijk de concurrentie op de wereldmarkt niet kunt volhouden. Toen al niet. Eenmaal. Tweemaal alsjeblieft. En dan 8 muntjes van u. En dan 8 muntjes. De Fokker Fair is een jaarlijks evenement waar oud-medewerkers van de fabriek elkaar kunnen treffen. En hoe beweegt die dan? Nou, gewoon zo. Meer dan 20 jaar na het faillissement laven ze zich aan alles wat met Fokker te maken heeft. Oké, heren, dit is een heel bijzonder vliegtuig. Dit is een Fokker D21. Nederlands gevechtsvliegtuig dat deelgenomen heeft aan de oorlog. En de sporen zijn er ook op te zien. En er is er maar één van in de wereld en die staat hier. Dus dat is onze industriële nachtwacht, hè? Dat noemen wij hem altijd. Na de oorlog maakt Fokker alleen lesvliegtuigjes. Maar de fabriek wil koste wat kost als serieuze vliegtuigbouwer terugkeren op de Nederlandse markt. Nederland op zijn beurt wil een koloniale macht blijven. Een ambitie waar een eigen vliegtuigindustrie bij hoort. De overheid steunt Fokker dan ook financieel bij de ontwikkeling van een nieuw toestel. Fokker moest na de oorlog eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. En ze dachten aan een groot civiel toestel. De Fokker F-27 Friendship zou dat worden. Ze hebben toen een enquête rondgeschreven over de hele wereld, hoe het uit moest zien, wat de klant wilde eigenlijk. En daar zijn ze gaan werken vanaf de eind jaren 40 tot in 1954 de eerste prototype vloog. Wat stond er in die enquête dan? Wat zou de afstand die ze wilden vliegen? Hoeveel passagiers moesten vervoeren? Wat voor type motoren willen ze hebben? Zo'n soort vragen waren het eigenlijk. Ja, dat had uw vader verzonnen? Die enquête heeft mijn vader toen verzonnen, ja. En dat was toch wel een belangrijke basis voor het uiteindelijke ontwerp. Het mooie van het toestel is dat hij als eerste een vleugel op de romp hebben, waardoor je iedere passagier vrij uitzicht heeft naar beneden. Dat is toch wel bijzonder. Maar ik ben natuurlijk een beetje Fokker-minded. En ik ben er ook wel heel trots op dat Fokker dit ooit gemaakt heeft. En ook wat mijn vader gedaan heeft. Verschitterend, toch? Huh? Het probleem was alleen dat voor het ontwikkelen van dat betere product er zo'n lange periode nodig was, ook omdat Fokker vanaf punt nul moest beginnen, dat toen het vliegtuig eenmaal klaar was, we hebben het dan over de F-27 Friendship, was het vliegtuig eigenlijk te klein. Er was er ook in Europa amper belangstelling voor. Dat hadden ze niet goed ingeschat. Er dreigde dus een situatie te ontstaan waarin de overheid, die flink geld bijgepast had om de ontwikkeling van dat vliegtuig mogelijk te maken, dreigde toch een situatie te ontstaan waarin al dat geld verloren was. En wat deed men toen in Den Haag? Zei van, nou, weet je wat? Dan laten we de luchtmacht er 12 kopen. Dan kan Fokker in ieder geval beginnen met een soort serieproductie. En dat geeft ook even tijd en lucht om te kijken of we die F-27, of we die kunnen verbouwen tot een groter vliegtuig waaraan misschien wel behoefte is. En het werkt. In de jaren daarna vindt het vliegtuig zijn weg naar voornamelijk vliegtuigmaatschappijen in derde wereldlanden. Het wordt het best verkopende Fokker-toestel in de geschiedenis. Totaal zijn er 850
toestellen ongeveer gebouwd. We hebben ons gericht, voornamelijk in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, waar die ook het meest verkocht is. De korte afstanden en op de kleine velden, vaak grasvelden ook, daar is ook speciaal voor gemaakt, voor de ruwe velden. Niet voor de mooie startbanen in beton. Ja, die kan op de auto geplakt worden, op de kamerdeur of waar je maar een mooi plekje vindt, of op je tas of op je koffer. Dus een heel bekende was de display van de luchtmacht. Die vloog met een F-27. Dit waren dan de reversepijltjes, de Fokker 50's. We hebben de Fokker 100. De F-27 is de kurk waar Fokker jaren op drijft. Het toestel verschijnt in allerlei uitvoeringen. En om die in het pre-computertijdperk vorm te geven, zijn heel veel tekenaars nodig. 69 was toch een heel leuk tijdperk. Nog niet het computertijdperk. Ik kwam op de ontwerpafdeling. Daar zaten ze vleugels te tekenen, kruipend over grote stukken vleugel. De eerste computers waren net opgestart om de berekeningen te maken. Dat was een heel, heel gezellige, leuke periode. De mensen, dit is een familiebedrijf, hè, die gingen niet weg, die bleven werken tot hun pensioen. Een leuk bedrijf, levenslange werkgarantie en begin jaren 70 rolt het ene toestel na het andere van de band. Toch zit de klad er dan al in. Dat nieuwe vliegtuig hier achter me is de nieuwe Fokker F-28-2000. Volgens deskundigen is het een van de beste vliegtuigen die er op dit gebied rondvliegen. Maar desalniettemin is het geen overweldigend succes. Er zijn er pas 50 van verkocht. In de 6 fabrieken van Fokker werkten tot vorig jaar 7000 mensen. Maar er zijn er inmiddels al 700 ontslagen. Fokker heeft moeilijkheden. De militaire productie, waar Fokker toch voor een deel sinds de laatste oorlog op heeft gestaan, is weggevallen. De zeer succesvolle productie van de F-27 begint langzamerhand haar einde te naderen. Die problemen waren er natuurlijk regelmatig, want de ene keer was er veel vraag naar vliegtuigen, dan nam het weer af. We waren aan de ringvaart, dus ze zeiden wel, iedereen die langs de ringvaart loopt, haal hem naar binnen, we hebben mensen nodig. Maar even later nam het productietempo weer af en dan had je weer te veel mensen. Veel deskundigen denken dat het kleine Fokker alleen kan overleven door zich aan te sluiten bij het grote Airbus, een Europees vliegtuigbedrijf. Maar de nieuwe directeur, Frans Zwartouw, binnengehaald als de messias die de zaak komt redden, wil daar niets van weten. Fokker moet zelfstandig blijven en complete vliegtuigen blijven bouwen. Niet alleen maar onderdelen. Wij willen dat Nederland een vliegtuigindustrie houdt. Wij willen dat Fokker overeind blijft. En ik zie geen enkel excuus waarom wij niet in Nederland met Nederlandse werknemers, met een Nederlandse tent, tegen ieder ander op zouden kunnen. Ik heb natuurlijk geen inzicht in de financiële gedoe en zo, dat weet ik niet precies, maar volgens mij ging het niet slecht. We verkochten de F-27, we verkochten de F-28. Maar op een gegeven moment zei Zwartouw, die wilde op een gegeven moment, we moesten toch verder ontwikkelen, de toestellen, we moesten iets groter worden. Begin jaren 80 kondigt Zwartouw aan dat er 2 nieuwe toestellen tegelijk ontwikkeld en gebouwd gaan worden. De F-50 en de F-100. De een is een propellervliegtuig dat voortborduurt op het succes van de F-27. De andere is een volledig nieuw te ontwikkelen straalvliegtuig. Dat was een groot risico. Dat is nog nooit gebeurd ook. Dat iemand 2 toestellen in 1 keer echt totaal nieuwe toestellen. Dus een dermate grote verandering in ontwerp in 1 keer te presenteren. Wij denken dat we deze tent gewoon de komende halve eeuw overeind kunnen houden. En we zijn ook niet bereid te accepteren dat het niet zou lukken. Ik ben niet bereid te accepteren dat Nederland dit soort dingen niet zou kunnen. Dat was natuurlijk een man met een enorm aura, met een enorme persoonlijkheid en uitstraling. He, ook iemand die juist door zijn persoonlijkheid erin slaagde om de dingen die echt niet konden en waarvan hij achteraf zelf ook wel zei, Fokker was eigenlijk een religie, dat hij toch erin slaagde, juist door zijn persoonlijkheid, omdat alsnog, daar waar het bloed niet gaan kan, daar moest het dan maar kruipen. Ja. Op welke afdeling ben ik nu?
meten op de tekenkamer. En wat we vroeger met tekenborden deden, kunnen we nu met deze computers doen. Dus hier worden toestellen ontworpen en getekend? Ja, we hebben zo'n 400.000 uur getekend en ontworpen aan de Fokker 100 op dit scherm. En verder hebben we natuurlijk ook te maken met de wensen en eisen van de klant. Is de klant veel eisend? Ja, zeker wel. Bijvoorbeeld, ze hebben een andere cockpit willen ze hebben, of ze willen een ander interieur, een andere kleur. De klanten die wilden altijd iets wat we net niet hadden. En marketing verkocht dat en die zei, ah, dat kunnen jullie toch wel even doen. Kijk, als je de stoelen opeens wijer uit elkaar gaat zetten, moet je vleugel verplaatst worden, je zwaartepunt gaat veranderen. Dus moet je je hele vliegtuig weer door gaan rekenen. Dus dat was natuurlijk continu marketing, overleg eerst met ons voordat je wat verkoopt. Zwartouw die zei van nou kijk, wij waren altijd goed in propellervliegtuigen. Daar hebben we er bijna 800 van verkocht intussen. Dus dat moeten we gaande houden. Maar tegelijkertijd wilde hij eigenlijk een speler worden op de wereldmarkt. En geen klein spelertje, maar een echte speler van betekenis. En daarvoor had hij een vliegtuig nodig waarvan het de vraag was of Fokker dat eigenlijk, gezien de middelen die daarvoor beschikbaar gesteld konden worden, of Fokker dat kon ontwikkelen. En Zwartouw die liep dan eigenlijk voor de muziek uit. Die had er zoiets van, nou, als ik het maar overal iedere keer weer zo luid en zo duidelijk mogelijk neerleg, dan zal de overheid vast op moment X of op moment Y alsnog wel die rekening bijpassen. En dat gebeurde niet. Klaas Kruisdijk is bij Fokker opgeklommen van plaatwerker naar kwaliteitscontroleur. Hij is dolblij als de aankondiging komt dat er twee nieuwe toestellen gemaakt gaan worden. Dit is nostalgie. Ja, dat was euforie natuurlijk. Ik bedoel, we gingen een nieuw vliegtuig bouwen. En er was een hele hoge verkoop, hoe noem je dat, prognose voor die kisten. Dus dat was voor het personeel alleen maar gunstig. Fokker heeft 3 miljard gulden moeten investeren. Dat is meer dan 3000 miljoen gulden. Voordat de eerste prototypes van de Fokker 50 en de Fokker 100 konden vliegen. U begrijpt, dat soort investeringen doen wij niet zonder dat we redelijke verwachting kunnen hebben over de verkoop. En dat is waar Fokkers Marketing Department een grote rol speelt. Het digitale dashboard, een van de eerste kisten die het niet had. En dat was de innovatie van die kist. Onder andere met nieuwe motoren en betere geluidsniveaus. Ik heb dit bijna allemaal gecontroleerd. Alles wat de monteur erin zet, moesten wij controleren. Dat is van een schroefje tot een plaatje, tot een bak van bagagebak, alles. Ja, een beetje geluid hè, Thijs? I could easily fall in love. Ik ben Nout Fokkeriaan. Ja, 26 jaar gewerkt bij Fokker. Dan zat ik in de sales team voor de verkoop van vliegtuigen in mijn regio. Dus je verkocht vliegtuigen? Ja, samen met 3 anderen. Hoe verkoop je een vliegtuig? Hoe verkoop je... Heb je even tijd? Ja, het is een heel proces. Een vliegtuigverkoop is een proces wat maanden en soms jaren kan duren. Ja. Daar is toch ook een klein beetje misgegaan allemaal, hè? Zag je gedurende de jaren dat hij werkte? Ja, je zag de laatste 7, 8 jaar zag je wel dat je dacht van, nou jongens, houd dit stand. Hè? Waren Fokkers niet gewoon hartstikke duur? Nou, Fokkers waren duur ten opzichte van de concurrentie. Maar de concurrentie kon zijn vliegtuigen goedkoper aanbieden, zoals Boeing deed. Die had het monopolie voor de 747. Wat ze daar geld over hielden, dan konden ze voor de 737 goedkoper verkopen. En dat voordeel hadden wij dus niet. Dus vergelijkbaar had je een duur vliegtuig, maar wel heel degelijk en zuinig. Elk vliegtuig wat er weggezet werd, dat werd tegen een te lage dollarkoers weggezet. Dus eigenlijk, elk vliegtuig werd verlies geleden. En nou, daar kan je wel een poosje van houden, maar op een gegeven moment houdt het wel op. Het hele verhaal hangt voortdurend op een gebrek aan middelen. Kijk, we hebben het dan over de jaren 80. Dan gaat het niet goed in Nederland economisch. Hè? Er zijn allerlei bedrijven zijn in moeilijkheid. De overheid moet hand over hand op allerlei terreinen steeds maar weer geld bijpassen. En daar heb je dan één industrie tussen zitten die niet met tientallen miljoenen wil werken, maar die honderden miljoenen nodig heeft. En je ziet dat de overheid eigenlijk alsmaar terughoudender wordt en probeert
ja, dat voor zich uit te schuiven en iedere keer weer een beetje geld. En dan komt er toch weer te weinig en dan moet er alsnog weer bijgepast worden. Ja, en de rekening loopt op. Een ander bedrijf dat overheidssteun krijgt, miljarden, is de scheepsbouwer Rijnschelde Verolme. Na het faillissement wordt de RSV door een parlementaire enquêtecommissie onderzocht. Als commissie moeten proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe het is gekomen dat zo verschrikkelijk veel overheidsmiddelen besteed zijn aan het RSV-concern. De uitkomst is dat er nooit meer zoveel geld naar één bedrijf mag gaan. Maar wat doe je met een bedrijf dat je al jaren steunt? Van alle geld wat de staat in Fokker investeert, in totaal ongeveer 4,2 miljard gulden in die tijd nog, is pakweg driekwart overgemaakt in de periode na de ineenstorting van het Rijnschelde-Verolme-concern. Mijn voorganger heeft zich de benen uit zijn lijf gelopen om de onderneming overeind te houden. Maar er vielen toen meer bedrijven om. DAF, Hooghoofs heeft een paar rondes meegemaakt. Dus het was een tijd dat je de grenzen verder open gingen, dat er verder samenwerking op Europees niveau nodig was, consolidatie. En daar heeft Fokker niet aan meegedaan, was erg overtuigd van zichzelf, maakte ook prachtige vliegtuigen. Maar er werd eigenlijk veel te weinig geld mee verdiend. Aan het eind van de middag stuurde DASA-topman Schremp een fax naar Den Haag met het verlossende ja-woord. Daarmee is de overname van Fokker door DASA zo goed als bezegeld en zijn de Duitsers akkoord. In 1993 gaat het noodlijdende Fokker over in handen van DASA, de luchtvaartpoot van Daimler-Benz. De Nederlandse staat houdt maar 10% van de aandelen in handen. Op de vloer was meer het gevoel van zo kunnen we verder. En niet, tenminste, bij mij is nooit opgekomen dat het begin van het einde was. Ik heb altijd nog gedacht dat ik tot mijn 65 bij Fokker kon werken. Je krijgt een soort dossier met alle grote problemen die je erft. En daar zat Fokker absoluut bij. Want Fokker maakte op dat moment al enorme verliezen. Enorme verliezen. Ik ben de cijfers kwijt, maar ik geloof dat in 1994 was het in ieder geval rondom de 500 miljard, als ik het me goed herinner. Tegen de tijd dat de Duitsers in beeld kwamen, dat eigenlijk de financiële problemen bij Fokker al zo lang bestonden en zo ver opgelopen waren, dat ook een groot industrieel concern als Daimler-Benz daar niet meer in kon slagen om dat vlot te trekken. Ik zat er een paar maanden en toen kwam meneer Schremp, dat was toen de baas, met meneer Bischoff, dat was dan zijn tweede man, die kwam er bij mij langs om te vertellen dat ze 3 miljard wilden hebben om het bedrijf overeind te houden. En dat ze er dan zelf ook nog wel 1 miljard in wilden stoppen. Nou ja, dat was natuurlijk een voorstel wat sowieso niet kon. En toen heb ik lang moeten nadenken, hoe gaan we hiermee om? Je kunt niet in zo'n omvang de belastingbetaler belasten. Iedereen is natuurlijk zich bewust van de strategische betekenis van dit bedrijf, Fokker. We hadden als thema werk, werk, werk. Toen wij begonnen was er hoge werkloosheid. We hadden een missie om werkgelegenheid te creëren, om weer dynamiek in de economie te brengen. En het perspectief dat een van de iconen van de Nederlandse industrie zal omvallen, dat is een beangstigend perspectief. Het was technisch failliet. Per dag liepen er miljoenen uit. Tegelijkertijd wisten we ook dat Daimler er al heel veel geld in had gestopt. En de heer Schremp had het bedrijf zelfs op een gegeven moment zijn love baby genoemd. I tell you, Fokker is a love baby of mine. Er was een commitment van DASA en wij zeiden steeds, luister eens, er is ons absoluut over financiën te praten, met mate overigens, en in evenwicht met de verantwoordelijkheden die we hier hebben. Maar alleen als er een heel duidelijk perspectief bestaat dat de onderneming daarna zeg maar door kan. De onderhandelingen duren maanden, zonder uitkomst. En dan melden Schremp en Bischoff zich bij het Catshuis. Ijskoud. Ijskoud van beide kanten. Zij kwamen binnen toen ze hun beslissing hadden genomen. Je geeft elkaar een hand, je blijft beleefd. Dat is een hele coole zakelijke bespreking. Waarbij zij met de mededeling kwamen dat ze deze beslissing hadden genomen. En
Toen hebben wij nog een keer onderzocht of ze zeker wisten wat ze deden. Nog één keer onze positie heel duidelijk gemaakt. En toen bevestigden ze nogmaals dat ze niet van plan waren om van die beslissing terug te komen. En deze entscheidung lautet, dat de Daimler-Benz-concern met sofortiger Wirkung alle weiteren financiële zuschüsse en bezahlingen einstellen wird. Het was een hele dramatische situatie. Dat zijn. Dat is heel, heel emotioneel. Er wordt nog 6 weken geprobeerd om partners voor een doorstart te vinden, maar vergeefs. Dan moeten we concluderen dat de opties die we hebben onderzocht, dat die geen van allen werken. En dat een doorstart niet mogelijk is. Dan hoorde ik, god, om 10 uur moeten we allemaal bij elkaar komen. Daar en daar. En er wordt een mededeling gedaan. En toen kreeg ik te horen dat Fokker Fiet was allemaal naar huis mochten. Ja, dan houdt het een keer op. En dan houdt het echt op. En dan is het binnen een uur van je kunt het bedrijf verlaten. Neem je spullen mee en toedeledokio. Schiphol Oost. De mensen die de vliegtuigen in elkaar zetten, krijgen om 10 uur de finale mededeling. Binnen een kwartier is het verhaal verteld. De meeste mensen gaan meteen naar huis. Ze hebben, vinden ze, niets meer bij Fokker te zoeken. We zijn failliet en we staan op straat. En de tranen zijn er even geweest. En dat zal morgen nog wel een keer komen. Ik snap die emotie en ook ik was. Ik had ook veel liever die doorstart waargemaakt. Maar je moet uiteindelijk beslissingen nemen en dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Maar dat was niet het makkelijkste moment in mijn ministerscarrière, kan ik u zeggen. Ik denk dat eigenlijk het punt waarop Fokker niet meer gered kon worden al aan het begin van de jaren 80 gepasseerd is. En dat is het punt waarop besloten is om zowel nieuwe propellervliegtuigen als nieuwe straalvliegtuigen te gaan ontwikkelen. En dat was gewoon voor de onderneming meer dan het bedrijf dragen kon. En eigenlijk wist de directie dat ook heel goed. Zwartouw was een echte mooie ondernemer die vol inging en die Fokker wel weer elan heeft gegeven. Hij heeft wel die beslissing genomen van die 2 vliegtuigen parallel te ontwikkelen. Dat kan nooit alleen zijn beslissing zelf zijn geweest. Er zijn veel meer mensen bij het getrokken geweest. Maar uiteindelijk was het een bedrijf waar de commercie en de technologie elkaar de tent uitvochten, waar niet op de kosten werd gelet en in een wereld waar bijna geen geld kon worden verdiend. Dit is een zoekom uit de personeelskantine. Kijk eens, de botjes waar ik heel veel van gegeten heb. Dat is waar eenmaal. De botjes, die zijn er nog. Maar komende week gaat bij de KLM dus voor het laatst een Fokker de lucht in. En dan blijft er ook van die traditie niet meer over dan wat aardewerk. Dit huisje, het geboortehuis van Antonie Fokker, als aandenken te krijgen bij de KLM. En toch is dat niet het hele verhaal. Uit de failliete boedel werden in 1996 onderdelen opgekocht door andere bedrijven. Sinds een paar jaar draagt een aantal weer de roepnaam Fokker. En er werken nu weer bijna net zoveel mensen als bij het oude Fokker uit de as herrezen. Verschil alleen, die nieuwe Fokkers maken geen complete vliegtuigen meer. Ze maken onderdelen voor de vliegtuigen van anderen. Precies wat het oude Fokker onder Zwartouw trots verdomde. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze volgende week. De eerste ontvoering in ons land, louter om geld. Die van de rijke Amsterdamse zakenman Maup Carranza. Er werd er eentje in de auto gesleurd, maar ik wist wie het was, want ik ken hem jaren. Carranza, Maup Carranza. De heer Carranza is in een auto meegevoerd, waarvan wij alleen weten dat het een rode auto is. Ja, het was voor mij een nieuwe ervaring. Ik had nooit in zo'n zaak gedraaid trouwens. Dat was voor de meesten het geval, ja. Denk ik. Je probeert van alles. Maar het is eigenlijk zwemmen in een vijver en je weet niet welke kant je op moet.